per jaar organiseert het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek een speciale middag, waarbij opa's en oma's hun persoonlijke oorlogsverhalen aan kinderen vertellen. Deze verhalen worden afgewisseld met een film en een bezoek aan een aantal hoogtepunten van het museum. Het verhaal wat ik vanmiddag verteld heb is hoe een meisje van 7 jaar bombardement van Nijmegen heb meegemaakt van 22 februari. Ik was toen 7, wat ik net vertelde. Ik zat op de Montessori school. Op de Wusterschool waar een mom op terechtgekomen is. Waar 24 kindjes en 8 zusters in 1 keer overleden zijn. Dus ik was in 1 keer al mijn vriendjes en vriendinnetjes kwijt. Op een nacht was er luchtalarm en we moesten allemaal hals over kop het bed uit. En normaal was het zo, eigenlijk altijd was een volgorde van mijn vader droeg de oudste, mijn moeder de tweede en de knecht mij. Maar op die nacht moest ik het gewoon helemaal zelf doen. De volwassen mensen huilden, ik was als kind van 3 en in de schuilkelder was een ruimte ingeruimd voor kleine kinderen. En ik dacht, ja, ik ben 3, ik ga op die ruimte. Daar hoor ik, er was een verhoging met een hele dikke laag stro erop, wat lekker warm was voor de baby's en de kleintjes. En ik vond een kleintje met een leeftijd van 3. Nee, ik was geen kleintje. Ik werd ruw afgehaald, op de kant gezegd, jij hoort bij de grote en jij moet mee bidden. De stad heeft 3 dagen gebrand en als ik nu nog brandruik, dan komt alles weer naar boven. En op een gegeven moment is toch mijn broer gevonden en die blijkt, dat is 23:30, die blijkt gestaan te hebben daar bij de voerweg. En jongens van 11 jaar, prachtig, die vliegtuigen die terugkomen, een avontuur. En ja, oorlog was oorlog, maar niet wetende wat dat teweeg kon brengen. En hij was met zijn 6 en 5 jongens dood, alleen hij niet. En hij heeft 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. En later kwamen nog altijd bomscherven uit zijn lichaam. Ja. Mijn vader moest de mobilisatie in. Mijn moeder was zwanger van mij. En dan zei mijn vader altijd, als ik dat kindje nog maar zie, voordat ik de mobilisatie inga. Ik was 6 weken en toen ging hij de mobilisatie in. Toen dacht ik, ja, maar mijn moeder blijft met een bedrijf achter, met 3 kleine kinderen, 2 kleintjes met 2 zussen en ik als baby van 6. Zij heeft me niet de zorg kunnen geven en de liefde die ik nodig had als kind. Die dingen, die gingen allemaal zo spelen. En mijn moeder gaf zo'n prachtig antwoord op dat moment toen ik vroeg, maar heb je mij de zorg en de liefde kunnen geven die ik als baby nodig had? Ach, kind, jouw luiers waren nat van mijn tranen. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.